Wageningers uit de kunst. RTV Mebora laat opnames zien waarin Wageningse kunstenaars, zowel professioneel als amateurs, belicht worden. Schilderen, beeldhouwen, theater, muziek, zangkoren, schrijven, gedichten. Er is zoveel creativiteit in Wageningen. Kijk maar eens mee. We zitten hier op een industrieterrein in Wageningen. En we zijn hier op bezoek bij Ingeborg Leefding. Jij hebt hier een atelier. Een beetje een vreemde plek voor een atelier. Ik vind het helemaal niet zo vreemd. Ik vind het een prachtige plek. Ik heb een ontzettend mooie grote ruimte met eigen faciliteiten. En wat ik zo prettig vind van deze ruimte is dat die zit aan een grote loods waarin oude auto's verhandeld en gerepareerd worden. En ik hou heel erg van de geluiden en die dat met zich meebrengt. Hoe heb jij je eerste stappen richting de kunst gezet? Ik ben opgeleid tot grafisch, hoe zeiden ze dat toch vroeger altijd zo mooi, leidinggevende in de grafische industrie. Daar heb je heel veel te doen met alles wat met esthetiek te maken heeft. Dus niet alleen maar het technische van de grafische industrie, maar ook het ontwerp en alles wat daarbij komt. Grafisch is eigenlijk continu nadenken over de boodschap die je over wilt brengen en daarbij de techniek zoeken die dat kan doen. Daarna heb ik academie gedaan. En het vreemde is dat je vanuit die opleiding heel snel terechtkomt bij werk. Dus ik heb heel lang gewerkt eerst in de drukkerij. Daarna als DTP-verkoper, want dat was net de tijd dat de computers een beetje opkwamen. En toen ben ik als verkoper in automatisering ben ik doorgegaan. Vandaar weer richting marketing en communicatie, want dat is eigenlijk een van mijn basisvakken. En toen dacht ik op een gegeven moment van, goh, ik wil eigenlijk dat creatieve deel wat ik 15 jaar heb laten liggen, wil ik toch wat meer ontwikkelen. En er is altijd wel een rode draad geweest, maar nooit heel erg veel tijd aan besteed. En toen ben ik bewust minder gaan werken om daarna alle leuke dingen te kunnen doen die in mijn hoofd zaten. Ik weet nog dat ik als klein kind altijd dacht van, als ik later groot ben, dan wil ik een homo universalis worden. Ik wil alles kunnen. En ik merk dat ik heel erg graag allerlei dingen aanraak om te kijken hoe ik ze straks kan combineren. Dus ik doe edelsmeden, ik heb met keramiek gewerkt, ik maak mozaïeken. Als er gelast moet worden, maakt me dat ook nog niet zo heel veel uit. Schilderen kan ik, grafische technieken beheers ik. Ik kan met computers omgaan. En ik denk dat er, als ik later groot ben, dat al die dingen een keer bij elkaar gaan komen. Ja. Wanneer er is, dat weet ik niet. Nou, ik denk dat je er al aardig mee bezig bent. Ik bedoel, jij gunt andere kunstenaars ook een podium. Je bent heel druk met de kunstbeurs in Unisof. Ja, klopt. Waarom heb je daar de schouders onder gezet, terwijl je het al druk genoeg hebt? Omdat het fantastisch leuk is om iets te organiseren voor andere mensen. Omdat het soms nodig is om, als je een podium mist, om dat podium zelf maar te creëren. En het is leuk om energie te krijgen van andere mensen die enthousiast zijn over dezelfde dingen waar jij enthousiast over bent. Je maakt mooie werken, maar jij zegt communicatie is voor mij een heel belangrijk punt. Leg eens uit. Ja, ik probeer het altijd zo uit te leggen dat communicatie mijn basisvak is. Ik kom uit de grafische industrie. Daar praat je dus eigenlijk alleen maar over het overbrengen van boodschap. Dat is communicatie in de meest pure vorm. Ik doe communicatieprojecten bij bedrijven. Dat heeft dus weinig met mijn kunstenaarschap te maken. Het enige wat ik daar soms bij zeg is dat ik een creatieve blik heb. Dus dat ik het niet kan nalaten om ook op een andere manier te kijken naar het probleem. En ik probeer dat die boodschap over te brengen. Ik probeer continu te kijken van wat wil mijn klant, wat willen ze overbrengen aan een doelgroep en hoe ga ik dat verpakken. Dus dat is voor een deel communicatie. En mijn kunst is natuurlijk ook een vorm van communicatie. Daarbij probeer ik een verhaal wat ik in me heb aan een publiek te laten zien. Nou, als derde tak wat ik doe, en ik probeer het altijd in die drie delen uit te leggen, is ik geef evenementen, creatieve evenementen. Daarbij ben ik bezig om groepen die bij elkaar komen, om die een boodschap mee te geven. Dat is vaak de boodschap van mijn opdrachtgever. Die komt bij me met een probleemstelling, of in ieder geval met iets wat hij graag wil overbrengen. En ik ga kijken hoe ik dat met creatieve middelen op een ludieke manier, zodat ik de boodschap
vast laat zetten in het geheugen van mensen. Maar hoe ik dat in korte tijd bij een grote groep kan overbrengen. Ik doe creatieve evenementen. Dat zijn evenementen die met creatieve middelen gedaan worden. Daarbij maken we met grote groepen creatieve kunstwerken. Hier staan plaatjes van bijvoorbeeld Audi. Ik heb geschilderd met alle verkopers in Nederland bij de introductie van die Audi A3 Cabriolet. En het schilderen was een onderdeel van een vierdaagse training waarbij ze alle ins en outs van die nieuwe auto leren kennen. Dus er zijn, 50 schilderijen gemaakt in de periode van 4 weken door 160 man van de cabrio met het dak op verschillende manieren open en dicht. Een ander voorbeeldje is, dat vind ik zelf nog steeds een aansprekende. Ik heb een hele grote groep gehad, 260 man, die waren voor een congres tussen specialist en huisarts. Met als thema de oudere patiënt. En dit gaat dus ook wel heel erg over communicatie, over boodschap overbrengen. De probleemstelling van mijn klant was dat huisarts en specialist een heel ander beeld hebben van de oudere patiënt. En er weinig begrip is voor het andere standpunt. Dus de opdracht was van, kun je het voor elkaar krijgen dat die mensen met elkaar praten over die oudere patiënten en hun visie kunnen geven zonder dat ze met mes op tafel gaan. Dus ik heb ze, ik meen ook 24 kunstwerken totaal laten maken met een silhouet van de oudere patiënt, waarbij er groepen geformeerd werden van specialisten met huisartsen in de mix. En de ene keer moesten ze schilderen vanuit de visie van de huisarts en de andere keer vanuit de visie van de specialist. Ik vertelde net over de evenementen. En daarbij krijg ik vaak de opmerking van mensen dat ik praat over wij. Nou, dat klopt ook wel, want een evenement met zoveel mensen kan ik niet alleen. Dus ik heb mensen nodig die met mij dingen doen. En eentje daarvan is Mans. Die, dat is, zoals ik dan wel eens zeg, mijn rechterhand bij het mozaïeken. Zij weet ondertussen precies hoe het in elkaar zit met mozaïeken. Heeft een tijd les gehad, maar doet het eigenlijk van nature. En is net zo'n buffelaar als ik en dat vind ik prettig. Dus wij doen met z'n tweeën vaak redelijk grote projecten. Hier in de hal zie je een voorbeeldje van wat we in elkaar hebben gezet. En dat is een mozaïekmuur. Dat was eigenlijk een klein projectje, want we kunnen ze veel groter. We hebben in het verleden een bank gemozaïekt van 23 meter in de lengte. Dat was echt een flinke klus. Dit is daarbij maar een klein klusje. En hier hebben we een tekening van mij omgezet in een mozaïek, wat in dit geval alleen maar uit ongeknipte vierkantjes bestaat. Dat is een keer wat anders dan het knippen van al die blokjes. Dit gaat aanmerkelijk sneller. En voor hier vond ik het heel erg leuk om eens een keer iets anders te doen. Waardoor je kunt laten zien dat je ook op een goedkopere manier mozaïeken kunt maken die prachtig vervraaien. En in dit geval is dat gekoppeld aan een beschilderde deur. Waardoor je het gevoel moet krijgen dat het mozaïek doorloopt. Mans is daarbij degene die ik echt nodig heb om dit soort projecten uit te voeren. Dus, daarvoor dank, Mans. Graag gedaan. Marlou, die willen we in principe heel graag bij de projecten hebben. Maar Marlou is daar veel te druk voor. Marlou doet kunstbemiddeling voor haar bedrijf. En Marlou zorgt er ook voor dat mijn werken daar terechtkomen waar ze horen. En dat doet ze met heel veel enthousiasme. En voor mij is dat heel fijn. Want ik kan me concentreren op het schilderen en hoef niet langs de deuren en de bedrijven om te zorgen dat mijn kunst opgehangen wordt. Voor mij is dat heel prettig. Ik vind het heel fijn dat werk opgehangen wordt en dat het gezien wordt. En het is heel fijn dat zij dat uit handen neemt. Dankjewel, Marlou. Graag gedaan, Ingeborg. Mooi. Erg leuk.